Let's go then. But we have gained. Ik heb volgens mij nog de dingen niet goed staan. I'm still waiting in the lobby. Ja, je kunt er dadelijk bij. Ja, zo meteen als wij terug naar de lobby gaan, toch? Ja, ja. Want de code is dus van niet. Ja, join. If I do that. Your exit's clear. Don't cross the white line. No. We've got 14 minutes to get the job done. The brake temperatures are low. We need to get some heat into the tyres and cold watch out. New lobby map. New lobby it is. Hey, waarom moeten we eruit? Omdat er ergens iets fout ging. Stond de settings niet goed. De settings stonden niet goed. Oh, oké. Okay. Ik hoor alleen abort, abort hoor ik iemand zeggen en vervolgens zit ik nog maar met drie man erin. Alright, new lobby's up. It's with a 2 at the end. I'll fire out some invites as well. Dear boy. Yes. Oh, Moose just come online. No. Well, he's on Steam. I don't know whether he's going to join the lobby or not. There's an AOR open training. What are they training for? GTO? Is that what we're in right now? No, I think it was... was it not Midlap and Pole opened it earlier? Ah, okay, and someone else is just taking over that lobby. Yeah. So, what the hell's GTO? I went in on this. Josh. Is that the right one, Matt? You want director? He's not allowed. Sweet. To talk. Okay. No, he's typing instead. Yes. Typing's easy. I don't like humans. What's this human interaction bollocks? It's a bit difficult if you've got no fingers. Oh yeah, that's true. Stephen Hawking did alright. Use your nose to tie kilt. Yeah, and you sneeze, and what do you get? In fact, you sneeze, it looks like you're speaking fucking Welsh. Exactly. How many L's what, and D's can you get in one word? Right, if we got everybody in the lobby now. Alright, it's 14 or 13 of us plus Matt. Yeah. Right, what's Moo doing? Is he actually on... Is he on PCAS or not? Nah, it just says online. Well, he can join for your qualifying anyway, can't he? I'll see if I've got anyone else that wants to jump in, but I don't think I do. Ask Turbo's online, but I don't know what he's doing. Oh, Happy Hour's online. How have I not got Happy Hour? Oh, yes, I do. There he is. Nah, right, let's go then. If he wanted in, he'd have been on the forum. Yeah. Alright, qualifying. Just make, I'll make sure. What am I trying to say? Just be aware of the pit entrance and exit, because it's kind of on the racing line. Other than that, good to go. Especially the pit entry. Yeah. Hard part exit's not too bad, to be fair. But entry, definitely. Try and announce it if you are going into the pits, but... Yeah, I mean, you don't really need to do it in this kind of session. You can just return to pit, don't you? Yeah. Exit's clear. Bush, we've got 40 minutes to set a lap. So
So the quality dry, roast one dry, roast two wet. We've got culprits all round to be counted for. That's the tech. Who's blocking the thing? Car left. Rear left. Time to set up the stream. Dan begin al een beetje warm te worden. Valtteri Bottas in the lawnmower. Going behind has just done it. 135. Same place he left lawnmower. Going ahead has just printed it out. 133. 91. Leven. Mooi. Dan gaan we gewoon rustig verder naar beneden zakken. Ja, mooi. Het is only like $3 per stuk.
The little penny counts. Oh, Peter, goed bezig weer, jongen. Net een slechte bocht achter. Volgens mij vinden 33-7 al beter als met de snelste timetrial. Maar goed, dat waren 4. Ik zat net 3-10 in het groene. En alleen ik verpruts het bij de exit. Dus nou even een afkoel rondje. I mean, I am because I have a job, but. Hey, I got a job now, but I hope it starts in January. Nice. What are you doing? Coding and being a nerd. Only fans. Christ, no one wants to see me. Not sure me and my beer belly will make that much money to lose. The car in front's lap time is at 1:33.00. Front has just posted at 1:33.54 on the exact same time. No way, look at that. The guy behind has just done at 1:33.58. Halve seconde in de groen. Ik ook. Ah, ik ben kloot. Remt. Het is heel willen, Peter. Ja. Dat moet niet doen. Ah, 1-10 ingeleverd. Van mij. Oh, je piept me toe. Echt totaal de apex gemist, maar 1/10 ingeleverd. Knal ik het wel dat bij de exit van de volgende herpin. Ja. Well, there's one lap that counted in shit, and every lap that's been in for six. Don't get hard to get on the power with them without it. Nee, godverdomme, halve seconde weg, laatste bol. Oh, zonde, hè? Kloten. Ah. Slechte exit. Peter, dat is wel heel weet waar je daar een bocht in gaat, jongen. Mag dat gewoon? Nee, mag niet. Een beetje mazzel vergeeft hij me daar op het einde. Dat is wel heel wijd wat je dat deed. Oké, die jogger gewoon 1,5 seconde los van nummer 2. Ja, hij heeft me vergeven. Nice. Oh, just got the curb at 2-1, absolutely bob on. 16 in het groen. Just gained 7. Yes, ik sta ondertussen voorlaat. Daar kan ik prima mee leven. Order in the universe is restored. Godverdomme, weer kwijt. Is someone gonna have some cross racing? Ah, kut. Little curbs, Peter. Ja. We gaan maar 16, hè. Ja, nog een poging wagen. 5 minutes to go, 5 minutes left. 2-10 in het groen. Dat is genoeg voor P2. Ja. Iets slechtere exit, yes. Dan kan er nog 4/10 afrijden. Bad lap, but it's not fantastic.
van hier is zo'n beetje Tommik in de buurt, hè, jongen. Ja, zoals man. Het hoort. Ik verlies veel te veel. Ik word er zelf gek van dat hele van dat circuit, weet je dat? Ik vind dit veel fijner dan Barcelona. Nee, ja, dit is veel gemakkelijker. Je hoeft niet te verder. Dit is niet makkelijker, dat is het hem juist. Je kunt gewoon rustig blijven cruisen. Een 10 in het rood. Maar hier had ik nog aan. Dat is wijd. Oeh, dat ging net goed. 2-10 in het groen. I'm not the only one who gets that. 3-10 in het groen. I don't know why he does that though. Really weird. Godverdomme. Oh, frustrerend circuit. Ah, koolier, verkeerde exit. Er zit nog 3-10 in. Nee. Dat is een poor slap's dead anyway, it's just the next slap's now bollocks. Nou, in het rood. Goeie exit. Te veel wielspan. Ik zag het. Ik wou te vroeg hoor en ik dacht van, wil ik tijd terugpakken? Nee. Hier heb ik ook nog een 10 in liggen. Ja, hier 10 in het groen. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Good. Jammer. So Jorgen destroy the fucking marker. Oh, bollocks. Nou, nog één keer. Geef het op. Godverdomme. Grote zone. Ik kan me concentreren op de wedstrijd. Tien in groen. Dat wordt moeilijk. Net te laat geruimd, jongen. Ja. Nou, 10 in het rood. Niet te laat. Is het just weird to have myself break not locking up a lot more on the well, let me rephrase that. I'm locking up a lot less on the loose setup. Misschien slipstreampje. 10 in groen. Shit, net de access verkloot. Ik zag hem schuiven, ja. Zonde, man. Jammer. Zonde. Wat had je nou van dingen van break bias? 47. Ja. 47, ja. Goed. Yogurt goes faster on his last lap as well. Echt die 6. 14 in het groen. Maar ik snap. Dat zou een pitbis zijn, Peter. Ja, wordt moeilijk hoor. Ik maak te veel fouten in het laatste gedeelte. Juist.
218, slechte exit. Kut! Die bocht die heel tijd goed gaat. Ja, te veel geprobeerd. 3/10 zat ik in het groen. Overdrijven, Peter. Ja. Ja. Damn it. Zonde. Ja, een kwalificatie mag dat, hè? Ja, maar ik had het niet gered, want 1-1 had ik niet gehaald. Return to pitbox. Nou, was leuk. Maar ik had er eigenlijk een 1-31 wel rijden, maar goed. Ja, het zat er niet ver vanaf, hè? Nee. Dan zelfs in de race nog. Ja, wie weet. Zoiets. Dat is het einde van de session. P12. Pitstrijd 3 had ik al goed staan. Het is pretty tight in our midfield. Oh yeah. Really tight. Thing is, it's a bit of consolation looking at my lap thinking, 4 seconds down, you realise everyone's a fucking second down before we start. Yeah, you can take a second off that. I'm only 3 seconds down off second place. We're all faster in different sections. That's crazy. By quite big margins. Eens kijken, die pakt even op de nummer 2. Pakt hij even 14e meteen in de eerste sector. Ja, dat is niet normaal. Die is echt niet normaal. En een halve seconde in het middengedeelte. Yep. It is when the sector is only 22 ja, seconds. Ik snap daar echt niet geen ene iota van. Yeah, but you see when people are qualifying final sector. The 10th in each sector. Yeah, so the final sector, I suppose. The first one you've got too fast at a 22.2, and then you had Boris did a 22.5 in the first sector. 3/10, that's fine. Ja, de exit van de tweede hairpin liep niet goed. Alright, sorry about that guys, I was just grabbing some screenshots and starting the stream now. Right, everyone ready for race 1 then? Yep. Never ready. Yo, bring good luck on. Everybody. Yeah, have fun. Have fun. Race ready. Standing start? Yeah, standing start for this one. So go on green, race to the finish. Pit strategy set to damage. Let's go. Oh yeah, just make sure you got damage strategy, because you never know. Because I know how I drive this car. we do know. Succes, heren. Ja, succes. Gewoon rustig aan doen, rustig cruisen. Ja, ik denk dat de beste... Zien we ja. Dat was vorige keer in Barcelona, de laatste race ook gewoon de strategie. Daar ben ik P7 mee geworden. Nou, ik heb in ieder geval die crap niet in mijn buurt. You're not on my side, are you? Waar zit die ergens van? In je achtste. Oh. Is dat een beetje moeilijke rijden dan? Find you. Right, Atomic, we've all ready up. P12. Succes. Hey, succes jongens. Let's go! Let's go. Oh, daar gaat Atomic weer. Voelt wat twitch hier aan, vind ik. Yeah, type Lexus. I guess. It's good.
weapons, we just use the in-game system. So if you get a one right lap, yeah. Still there. So right, right side. I'm what will bait me. Exercise. I just. I'm waiting on watching the headphones. Oeh, die kon ik net ontwijken, dat scheelde me niet. No. Thank you.
close racing van 8 minuten. Yeah, I noticed there was smoke screen. I knew there was going to be enough time. That's how drifty it got. Mooi black ball. Die gaan we niet houden. Ik dacht van mij, die twee zijn echt sneller. We hebben niet op de WMDO Martin. Blijven vechten, dan kan ik wegrijden. I swear to god, the crowd and Martin being side by side that entire lap. In turn 1 to 10, turn 10 or whatever. Eerste fout. Hij had exactly the same. Ik denk een bit temperature in het nou, in de left front tires. Best good song. Oh, I know. Oh, kan even iets eerder remmen nou een bocht heen. Met die crab aan het verdedigen. Kom op, je vriend. Thank you.
zijn wel continu de 33, 6, 7, 8 ongeveer. Ik heb nog niet gekeken op mijn teller. Eens kijken. 32, 2. Ik ga altijd in 32. Behalve de laatste ronde, 35, 7, maar dat was een misser in de eerste bocht. Oeh, 17 in het groen. 6. Nice. Ik loop weer wat in nummer 2. Oh, echt af en toe gripverlies. Vooral bij exits. Of ik ben aan het overdraaien, dat kan wel. Nou. Ik ben 16e dicht gereden op mijn voren. Een echte grond wordt dit, give or take. Net een 32-4. En nou 14 in het rood, dus het zal wel in 33. Nou, niet hoe jullie dat doen hoor. Snelste tijd is 1.33.2. Alles snelste. Voor de rest zit ik in de 33.7 zoiets. Is het vergelijkbaar met waar je toe huis cruisen. Ja, dat moet wel lukken. Ik ga het niet meer inhalen. 10 seconden erachter. Nou ja, P2 die ga ik ook niet halen, want die gast die rijdt hetzelfde als ik. Alleen maak ik net een foutje minder als ik. Nou, hij doet niet zelfs toch weer. Wie weet maakt die foutje. Krap, hè? Maar die maakt al fouten. Dus groene pijn, echt pijn. Thank you.
Die rondes zijn wel in de 33, dus ik ben wat tempo aan het verliezen. Ja. De aansluiting met crab ben ik kwijt, maar ik ben ook een beetje de concentratie kwijt. Ja. Dus ik moet twee rondjes volhouden, kom op. Ik heb het idee dat mijn remmen niet optimaal gaan. Nou. Dan draai ik even weer wat rekken en strekken. Maar de concentratie wel weer terug. Precies. Het is wel een... echte concentratie race hier. Ja. Die hairpins zijn zo verhandelijk. Als je daar even niet op zit te letten, dan ben je gewoon een hoop tijd kwijt. Ja, dit vind ik ook leuke races hoor. Dit is echt leuk. Hoop competitie, leuke auto. Alleen het geluid vind ik wat minder persoonlijk. En ja, geen rauw doverij en zo, daar ook zo'n hekel aan. Dit circuit kan ik deze auto tenminste onder controle houden. Barcelona vorige keer was echt een drama. Dat is veel te technisch voor mij, Barcelona. Maar nou zoiets als dit of Spa. Nou, nah, maar dit kennen we ook veel beter. Dit is ook gewoon veel makkelijker. We zijn met 10 punten. Ja, dat is ook. En echt een stuk minder technisch dan Barcelona. Ja, dit zijn gewoon een paar hairpins. Allee, kom op. Eén rondje. Het werd, van het weekend werd, die Grand Prix werd ook vergeleken met de Red Bull ringen. Alleen ja, goed, je hairpins dan niet, maar... Kom op! WMDR Martin en Tomek zitten vlak achter. Ah, shit. Die Martin is ook een snel jongen. Dat heb je mooi gedaan. Dat is omdat zij er allemaal ergens een keer langs gevlogen zijn, denk ik niet. Ik heb gewoon heel constant rondjes zitten rijden. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Ik op één bocht na, ging het echt super. Phew, Martin, that was close. Ooh. This one was epic. Thanks, guys. Especially Crab. That was awesome. Callum overtook me off the track, so I had to give oh, man, this was epic. Ik ga even naar het toilet. Kom, Minneke. Yeah, but you went wide, so you made the mistake too. Yeah, but the reason I got past you is because you made the mistake. No, you're right. Nah, just kick. I went wide, but you went off the track to gain an advantage, yeah? I'm not saying I didn't. That's all we need to know. Ik had no, een tweede plek qua snelstijd. You were still... How my fastest lap? My lap was quicker than yours, Kieran. Probably, I'm slow as shit. Oh, je zit qua tijd dat niet zo heel erg fout. 32.6. Valt best wel. Nou, is hartstikke mooi, bedoel je. My fastest lap was faster than... Oh, and crap. Ah, mooi, Paul. Kijk, beduren in de top 10.
Ja, echt perfect, hé. Paul helemaal goed. Yeah, that man. Last lap, I ran wide in turn one and had to slow down for penalty. Ah, no, yeah, like, the trade secret, don't bother slowing down. Okay, ik ga het van melkje halen. Okay. I think it's a bit more than 2 seconds. Yeah, I got caught up in that lap one thing and just carried damage the whole time, so I can never catch back up. Yeah, that explains it then. On the last, I bollocks it on the last lap then. By the way, crap, I'd pay slightly more attention for turn one in the next few races. Oh, a little hairy there. P7, come on. Crab's strategy was to damage you a little bit more so that he can overtake you successfully. You see, the thing is, like, my last 2 points of damage I actually got from him, but that was my fault, because at some point I think I sort of dive-bombed him into turn two, and then I got a tiny bit of damage from that. Zo, haha, man. Deze ging verdacht goed. I'm just gaining free rating. Thank you. Oh yeah, I lost him this time. Alright guys, grab yourselves a drink or whatever, and then we'll crack on with race two. This one is the wet race, right? Yeah. Yeah. Oh no. You can pit for dries if you don't believe in rain, though. Yeah, probably. Don't a lie. Yeah, that early crash was, I was pushing it too far, and the thing with the loose setup is the back end steps out a little bit more, and then I was a tiny bit in the gravel, and then it just sent me across the track. Still no clue how I didn't get suspension damage. Oeh, dat is trouwens een goeie. Wat? Ik zeg, dat is een goeie trouwens. Ik denk dat we dadelijk in de regen gewoon dat je beter de loose kunt pakken. Oeh, regen? Setup. Ja, deze race is in de regen, en in de regen rijd je ook best lekker. Maar ik ga dan toch voor de loose, hoor. Meestal is dat een stuk beter, ja. Dan heb je wat meer, dan beweegt de auto iets meer, maar daardoor krijgt hij wel meer grip. Ik ga het gewoon proberen, ik zie wel. YOLO. Ik heb net in de stable op de regen gereden, dat ging best goed, dus... Ik ga het niet veranderen. Ik heb wel misschien iets minder agressieve rembalans waarschijnlijk. Obviously. Net heb ik op rembalans 50 gereden. Ik heb 45. Ik was op 47 begonnen en naarmate de tank leger is, dan mag er wat af. Dus ik ga nou 50 of zoiets, 52. It's a rolling start, right? Yep, so rolling start, formation lap, and the positions are based on where you just finished in that last race. Why does it say qualifying? I turned qualifying off. What the fuck? I definitely turned it off. Yeah, I was gonna say, it wouldn't put rain on either, but... I wasn't accidentally practicing enough. Do you have 24 hours of qualifying now? Ja, wacht even, dit is qualify. Dat klopt niet. Ik denk dat ze er zo uit gaan. We kunnen eruit. Exit. Nou, ik kan nog even een neus zetten. Brief moment and I did not get a penalty for it. Gives you some bit of leniency. Yeah, it's been crushing the past on me. Alright, take three. Is it called Lobby 3 now? I've never had so many invites in one night. It's all the same race, like. I know, you popped it. Shift up and spell spelen. Yeah, that's everybody involved. Mew's still online, but not in the game, so God knows what he's doing. Weather is moist.
Qualifying is definitely off. So if it does it again this time, I'm going to fucking launch it out the window. One day it's going to say, weather is Welsh. It's the raining season, all year round. It's raining sheep. Rain between the showers. I hope Matt's getting some nice content. As Rod Gilbert said, I hope he's not following me. I was six before I realized you could take a cagoule off. Having said that, I think I was racing with Paul and I overtook him twice into turn one, pretty much identical both times, and I messed it up and he came back past. He could have just watched Martin while racing, would have had quite good footage. Fought with Crab for ages, and then Crab went off, and then fought with you for ages. Yeah, I got at least three or four laps out of it. It's awesome. Racing up that second to lap. Is everybody here now? Did we have 14 before? I think we did. Yeah, I think we did. All right, let's go. Allee, succes jongens. Succes. Ja, hey, succes. Ja, dat moet goed komen jongen. Het is nou een rollende start hè, dus... Ja. En wel de startsequence waar we vorige keer zijn geëindigd. Ja, dus jij mocht plek 3 starten. Plek 5. After the hairpin. Oh, starten gaat toch slecht. Ik verlies daar toch elke keer plaats. On the straight back to the yeah. Pit strategy. 13 Celsius. Done. The air temp is 21 Celsius. Full wrap. Tires out. Whether I thought I'd turn qualifying off, but maybe I double clicked it instead or something. Could have been practice, because practice. Just the practice. Yeah, maybe. I would not mind starting like this. If I'm back to yoga. Ik sta op plek 5, dus we gaan met de pellen. Ik ga nog heel even naar het toilet. We zullen snel moeten zijn, jongen. We zijn heel snel moeten gaan. Je hebt nog 1 minuut, jongen. Oh, dat is wel erg ambitieus, moet ik zeggen. I can crash myself, mate. Don't worry about that. Feel free to take the one in front or the one behind us. Dat is beter, die houdt wel voor een risicootje. Aha. Alright, nog een minuut. Alright, so the waiting point is just after the hairpin. Somewhere down that sort of straight, and then once everyone's in the right positions and caught up, then we'll do the formation lap and the formation point, as Kyle just mentioned. Ik hoor er van alles erin, maar ik weet niet wat het is. Ik ben er alweer. So, on that straight that's like after the S-bends. In the final, do the last two corners, and away we go. So, don't go on green. Let's go! Just move to one side, although I think there's a pretty decent gap. It's not you first anyway, it's not reverse grid yet, you wanker. Isn't it? So, yoga first. Next race you can start, Paul, don't worry about it. I'm gonna sit here and cry instead. Sure. Shouldn't say that to be honest, I have a very good chance of going off the track a lot. Well, double yellows, watch out. Right, yeah, you'll get first, small second. Too fast in T1 has gone off. Any damage? Turn 1. Nah. Okay. I just went for a little drifting, basically. Yeah, too fast third. Crab, fourth. Pole in fifth. Sixth. Then it's me, but I'll move in a minute. Kiki. Then Kirovnik. Niederlach. Then Kyle. Then Forrest. Then Ricardo. Het is wel goed voor de standings in het kampioenschap dat ik net P5 heb gehaald. Good point, I don't have crew chief on that race. Didn't even notice. Probably using Internet Explorer.
to watch the live because he's actually seen previous races. So just leave a gap behind Martin and in front of somebody. Can't remember who it was. Yeah. Let's go. The tires are pretty good to be fair. Not as bad as expected. Can go a little bit quicker than this. I mean, I know it's wet, but... I can't tell whether they're on or off, because when I press the button... Yeah, I'm on, can you see it all? Doesn't look like they are. Yeah. That made fuck all difference. I can't tell now. I've no idea. Okay. I'll let someone else find out later. Alright, probably should like to... So, odds on the right, evens on the left. Don't be shy, you can go close. Come on. Yeah. And also, your lights are on right now. Mine are on. You're good. Alan says don't crash the car when you get an HD, so... Sure. Crack and go first. Car left, clear left. Hearing if the lights go off, mate. Don't worry too much about the lights, though. Like I say, I know it makes it easier, but... Clear left, not into the lights. Grab's lights are off. Yeah, I know, I don't have a button for so. Alright, Yoga, over to you. Alle bochten in versnellen en overnemen zo ongeveer. Sorry, right side's clear. I actually thought I was gonna hit. No problem. I survived. Oh,
Boom! Ik hoor aanregelen achter de weg. Jesus Christ. Ja, ik ken dat ook. Ah, hij houdt wel mooi in, wie die markt in was. Nou, dat is mooi. Hij tikte me aan, maar hij liep me ook voorbij. Dat is netjes. Wie die markt in. Ja, dat is een hele goeie. Ja, netjes. Een heel vriendelijke keel. Hij miste totaal de bocht, maar het knalde hij er mij nog aan af. Oh, ik heb wel prikken hier natuurlijk. En ten eerste, je vindt dat je sneller zit, roep dat we weten, nee jongen. Nee, laat maar gaan, ja. What's up? Ik had even van het gas gemoeten, want anders had ik er tegen gezeten. Ah, crap, dan doe ik het zelf. Nou, duidelijk wel moeilijker hier in de ring. Maar wel veel leuker. Jezus, voor een uitdaging is dit. Hier hebben ze twee kennis voor nodig hoor. Het is niet echt bias, het is pressure. Voor mij is het pressure. Ik wil zeggen dat 75 is about what it is. Great. Oh, yeah. Ik moet echt van die keur op zelf blijven als ik wel heb. Dit. Ik vind het juist relaxer dan de volgende, is dat je werk gewoon. Nou, ik moet er echt inhouden. Eventually, the damn thing kicked in.
Sorry. Wow. Dat scheelde niks, hè? Sorry, René. Was ik kwijt? Nee. Ik ben er nog. Gelukkig. Was even alle controle kwijt. Yo. Hi, Kyle. Hey, buddy. Give me a look. Die puddel begint te vormen daar. Ja, die inderdaad. Ja. Je moet begint op te laten nou. Ja. Gewoon een rondje. Dan moet je de effect niet meer pakken. Nee. Het wordt echt slannig. Nou, Tomek heeft het 100 meter bocht weggevaagd bij de voorlaatste bocht. Ja, dat is dus, ja, tussen het 150 meter bochtje remmen daar. Have a nice little safe space here in fifth place. Please do not ruin it. Well, a nice 2-second cushion on each side. It's comfortable. That's why I do it. Ah, te vroeg geremd, man. Je zei dat de versnelling heb je niet meer nodig, hè? Oh, zit er nog sorry, een? Nee. Shit, sorry Paul. Nee, nee, is niet jouw schuld, dat is mijn schuld. Ik raakte het gras aan de buitenkant. Ja, maar ik had jou niet gezien. Ik wist niet dat je daar zat hoor.
Ja, ik ging netjes aan de kant en daardoor niet mis. Het was mijn schuld, René. Ik had gewoon door mogen rijden. Nee, ja, ik had je ook niet gezien, hoor. Ik probeerde de slipstream van die andere mee te pakken. We duren een crash. Teammates. Ja, ik zat inderdaad gewoon, dat was mijn fout. Ik zette mijn wiel in het gras en daardoor ging het gewoon helemaal fout. Dus wanneer ik er een pint voor, jongen. Ja, het is goed. Ik krijg vandaag geen deuk in een pakje boter, dat is echt een drama. Ja, voor mij de eerste race ging goed, maar ik werd er net in het begin van deze race afgetikt naar rondje 2 of zo. Ik ook. Nu ging het mis. Plus daarna nog een fout van mezelf in dezelfde bocht. Je moet daar iets meer de binnenlijn aanremmen. Bij die tweede airpad. Wel goed te zien in de stream van Atomic deze keer. Oh, ze maken ook helemaal, er ligt, schiet ook helemaal niemand naast hier voor. Shit, godverdomme. Sorry. Ja, Atomic eruit. Nou, dit gaat hem niet meer worden. Black team, haha. Peter, ik weet niet hoe jij. Ik ga hier best vaak in zesde versnelling hebben. Nee, die haal ik niet. Dat zei ik net. Ja, ik haal hem op alle lange rechte stukken wel. Ja? Ja. Nee, maar dan zakt hij in, dan loopt hij niet meer zo hard op. Dus ik laat hem nou in zijn 5 het rood halen. Want hij blijft hangen in zijn 6, dan doet hij niet veel. Misschien heb ik schade, dat kan ook wel. Ik heb een klap gehad, maar ik zie niks. Dat zou ook nog kunnen zijn. Alleen die front aero-schade, that's it. Maar hij zegt niks, maar ik heb het al eerder gehad dat hij niks zegt. En dat ik toch, en ik geef toch een behoorlijke tik aan. Maar maakt niet uit. Ja, dat gevoel herken ik wel. Dan zal ik wel gedisconnecten. Gigantische luik. Lek. Ja, dat pakt het toch nog goed op. Ah,
The worst one was like 4 seconds of time on track, 5 seconds of time on track. Lost the coming out of the hairpin and got a bit of a lock tap to help into the barrier. Maar voor me, Kiki Mac is al afgeschoten. Lost that years ago. Well, I'm 15 seconds down on my fastest lap to this lap, so. Ooh, that's how terrible it's gone. We beginnen wel meer foutjes te maken, maar ja, 2 minuten. Nu al 2 rondjes. Ja. Front damage as well and a bit of back damage, so Callum's probably going to get me as well. That's 2 minutes left, 2 minutes. That's far than the place to be. 141.71. Remmen op de curb soms is nooit goed. Oh, we overleven het. Yo. Hoe kan dat nou, man? Ah, dat's... Deze een was leuker. Of 1 fout meer gemaakt hier. Oh, deze was met rol. Gelukkig. Nou, ik weet het niet. Hij kon niet meer snelheid mee, geloof ik. Wow. Damn.
Godverdomme, kijk in die spiegels, Kiki. One rear suspension damage for that. Oh, what is trip doing here? Can't technically join if you want. Pretty awful result, mate. Could have been fifth, but I ballsed it up. Oh, need luck. Look at you, idiot. Yeah, need lab just a clear like 2 seconds above, well, 1.8 above everyone else. What? Ridiculous. Alright. Drink between crab and small, that was nice to watch. Until I fucked up. It's okay, I forgive you. Hé hey jongens, waar moesten jullie bij zeg maar de voorlaatste bocht, hè? Ja? Waar moest je daar ergens remmen? Bij het 50 of bij... Nee, net tussen de 50 en 100, ongeveer halverwege tussenin. Het kon later, maar dan ging je wat te wild door de bocht. Dus gewoon daar ergens midden tussenin. En die bocht naar beneden, weet je wel, die herpen naar beneden toe, hè? Dat was normaal gesproken, is dat ongeveer ook ergens tussen de 150 en de 100. Maar nou moest ik echt ver voor de 150, en anders schoof hij nog. Nee, ik remde daar op 110, ja. Maar dat kreeg ik eigenlijk niet voor elkaar. Echt niet, lukt niet. Rembalans. Ja, maar die had ik op 48 staan? Of, nee, 50 ja, had ik staan. Ik ook zo. Ik had 47, 48. Ja, ik snap er helemaal niet in. Maar het grappige, nou heb ik het dus weer gezien. Hè? Ik kom... wat was het ook alweer? Atomic, hè? Die spinde achter me, of voor me. En die moest dus zijn auto rechts zetten. En ik kom gewoon goed de bocht uit. Hè? Dus ik neem veel meer snelheid mee het rechte stuk op. Hij begint te accelereren. En op het moment dat we bij de volgende bocht aankomen... Heeft hij meer snelheid dan ik? Ik snap dat niet. Ik kom daar niet uit. Ik weet niet waar dat aan ligt. Voor de rijdt van gas vandaan misschien. Oh fuck, Trip doet mee. Ja, dat kan toch niet als je er gewoon volledig gas in trapt? Dat is gewoon 100%. Nou ja, ik denk dat dat de truc is. Juist niet volledig gas in. Ja, plus wanneer dat je ook schakelt, hè? Nou, hij heeft ontzettende wielspinnen dingen. Zelfs in de vierde versnelling nog. Nee, maar dat weet ik. Hè. Maar ik heb veel meer snelheid. Ik zie dat hij aan het prutsen is om op de weg te komen. Okay. En op het moment dat hij op de weg komt en ook begint te accelereren, heb ik al veel meer snelheid. Dus ik kom er bijna naast. Oh, gaar, maar op dat moment trekt hij gewoon, op een gegeven moment trekt hij weg. Wie was dat? Dat kan toch niet? Atomic. Atomic. Zal niet, je moet gewoon eens op zijn stream kijken, hè? Ja. Ik snap dat echt niet, hoe zoiets kan. Echt niet. Want kijk, als je dan in de hogere versnellingen zit, dan heb je niks meer met de wielspin te maken. Het is gewoon vol gas in en schakelen. Dat zal hij echt niet anders doen. Nee. We'll just wait for Trip to get his Discord on. And then we'll go. Ik heb een beetje eigenaardig, eerlijk gezegd. Ja. Ik zou zeggen, ik zijn stream gewoon... Sure, nou, ik had hem nog in de laatste bocht, had ik hem nog. Ja, dat is lekker. Dat was zo grappig, ja. Het was op zich nog wel een vermakelijke race. Het was alleen jammer dat ik er vanaf ben. Nou, ik heb op de plek rondgegeven waar ik hoorde, denk ik. Want ik kwam niet dichterbij bij de rest. Dus het zal mijn plek zijn geweest, dit. Maar ik had jou echt niet gezien, Paul. Serieus. Nee, dat was ook niet jouw fout. Ik wilde gewoon aan de kant blijven, omdat ik zag dat jij de weg terug opkwam. Maar daardoor kwam ik met mijn wiel in het gras terecht. Dus dat was gewoon mijn eigen fout. Ja, maar dan nog, hè. Kijk, ik had eigenlijk moeten zien dat je daar zat. Want op een moment, ik probeerde namelijk aan te sluiten bij die jongen die me voorbij ging. Ik denk, dan heb ik een beetje, zit ik een beetje uit de wind, zeg maar. Maar ik wist niet dat jij daar nog zat. Dat had ik helemaal niet gezien. Dat is niet erg. Ik zie het vooral als mijn eigen fout. Ah, ik weet het niet. Ik twijfel daar een beetje aan mezelf, zeg maar. Ik ging aan de kant, omdat ik zag dat jij daar terug... Jij moest daar wel ergens terug de weg op, dus ik ging gewoon aan de kant. Door de regen kon ik de bocht niet halen en kwam ik met mijn wiel in het gras terecht en toen was het helemaal om zeep. Straks eens bij jou een herhaling kijken, want ik denk dat dat mijn fout was. Dat denk ik niet. Zo voelt het voor mij toch niet in ieder geval. Ja. Ik zou niet mee naar de stewards gaan in ieder geval. Nee, maar ik doe sowieso niks met stewards met dit soort races. Dus, nee. Of dan moet het echt al iemand heel erg bond maken. Echt bewust je ervan afvragen, weet je wel. Hey guys, sorry to interrupt, but right, everyone ready then? Yep. Nice. Is Trip gonna give Yogurt some fun this race? No. Let's see. Yeah, you both started at the last rip. Yog, what's the bike bias set?
Maar nu moet ik weer redelijk van voor starten, omdat ik net zo ver van achter geëindigd was. Ik vind het veel fijner om van achter te starten. Dan is er tenminste geen druk, dan kunnen we rustig cruisen. Oh ja, fuck ja, ik zit nou vooraan. Oh nee, het is nu de... Ja, het is nu de reverse grid, toch? Ja. Nou ja. Pitstrategie. Pitstrategie is voor repair. Celsius. 4, 5, it's Rick first, then me, then Needlewap, then Paul, and then Cal. Oh nee, ik zit niet voor. What's the deal with is damage on right now? It's yes. Yeah, performance impacted. Okay. And mandatory pit or not? No. Nope. Okay. Ik sta op de eerste plek. Reverse grid rolling start. Waar was je net geëindigd, Peter? Achtste of zevende. Zevende, oké. Okay. Usual AOR start. Yep. Had je daar nog een schuiver gemaakt of niet? Ik heb één eraf getikt en de andere keer heb ik in dezelfde bocht eronder daarna zelf die bocht gemist. En de rest was allemaal redelijk. Heb je een trailer? Maybe. Ik heb in het begin wat geplooid. De reverse grid. Here we go. Alright guys, so don't go green, just make a space. And then, Rick first, then me, then whoever else is said. Holy sand, are they proper screaming the outfit? Ik zat achter. Ben ik vier? Ja, volgens mij wel. Kom maar René, gaan we. Ik denk het was Needlewap en dan Paul, als ik dat zei. Ja. Was het Carl after that? Start keep it up. Tweet jongen. Volgens mij was ik geëindigd voor Kiki. Two fast was in front of me. Was he? Yeah, I was behind the Kiki, you right? Alright, let's have a look. You beat me. Rick, me, Needlewap, Paul, Kyle, then Kieran, then Too Fast. So Too Fast is behind you, Kieran. Yeah, so sad. No, you said it before. Who's in front of me? Me. Yeah, so Too Fast, then Kirovnik, then Boris, then Smolder, then Kraub, then Martin. Then Yogurk and Trip bringing up the rear. Go, 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 Barton, go. He was at speed 2, so. That, yeah. By fault, yeah. Oh, screen freeze, fuck. It's now and not when we start race. We can go. I never get screen freezes in this game, but I've had three the last. Go, Dad. Yeah, we're good. Didn't generate that much heat.
Just keep the throttle pinned. Right side's clear. That is such a good trip to have in the front. Make it last because it's on your right. Watch out now. To your right. Polly on the right, Polly Vince on the right, and Needle Up on the left. Still there. Clear. Yeah, and Tom is right. Needle Up, so it's good. Nee. We zitten goed. Dit? Maar René moet wel, ja, zo ja, gas geven. Je moet voor mij rijden, René. Ja, ik hoef niet per se voor jou te rijden. Je kunt naast me komen rijden, Paul. Ja, ik ben mijn best wel aan het Oh, die bootjes zijn wij hier. Ja, aan de rechterkant zien we ze nog. Oh jee, dat zit allemaal dicht bij elkaar, man. Ja, de bocht is echt lekker weg, zeg. Potverdorie. Oh shit, sorry.
chicken. Yeah, I chickened out very early. Peter, je bent goed bezig gewoon met de tonic. Ja, ik moet er nog voorbij kunnen en de rest ging er voor me vanzelf weg, zeg maar. Mijn laatste bochtje loopt niet lekker op het moment. Ja, het ook lekker vol tempo, mooi tempo bal. Valt hard tegen. 31-0. Twee rondjes achter elkaar wel, maar het valt hard tegen. 33-6. I should not be in between trip. You're up there. I don't like this at all. Hij rent veel vroeger dan ik. Kom maar. Doe die twee, kom maar. Close case, hey? Left side. Clear left. Mooie actie, Paul. Ja, die was mooi. Daar kan ik zelf ook wel tevreden van. Ik wel even met het vertrouwen dat hij een beetje ruimte zou laten. Ja, dat doet hij. Nou geeft hij maar ruimte, ja, vond ik. Trips,
I know these things have got a fat ass, but mine's an extra fat. I'm not letting Trip pass them at home. Trip knows that I'm difficult to get close to. Hey, come on, buddy. We've done some fucking bloodlust together, and they made a good fun. Oh! Yeah, yeah. Dat was raak, Peter. Ja, ik heb mij geraakt. Ik jou? Yep. Oh, ik meen niet. Yep. Ik ga helemaal aan de buitenkant. Dat was het niet. Dan was het toch weer aan de Jan Martin. Maar iemand had mee. Ja, daar zat iemand heel dicht bij mij. Want ik denk, ik ga helemaal buiten rijden, dus ik krijg een penalty of zo. Dus dat heb ik op de koop toegenomen, maar blijkbaar viel dat nogal mee. Want ik heb hem echt zwaar over die rode lijn gejast daar en zo. Dan heb ik aero en front damage. Oh, zonde hè. Dat is een flinke klap geweest dan. Ja, dat viel wel mee. Hij is ook niet heel vertragen, maar... Ik heb 9 aero damage. Suspension damage. Oké, cool. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Ja, ik ga hem toch uit nou. Oh, zonde man. Ja. Ja, dat gebeurt. Shit happens. Dat is leuk. Dat is goed zo de helft van de race voorrijden. Ja, dat was hartstikke gaaf man. Ik zou het echt gaaf. Just a bit Ik denk dat die Krep het was, denk ik, want die is weg. Krep is ook helemaal weg. Die rijdt hier voor mij. Oh, hij trekt echt naar links die auto, man. Het is wel grappig, linkerbocht doet hij nou beter en rechterbocht doet hij slechter. Yeah.
Dat was wel heel moeilijk René om dat te gaan proberen daar aan de buitenkant. Nee, er zat iemand nog tussen, hè? Ja, er zat iemand tussen, maar die voorlaatste bocht hem daar aan de buitenkant durven laten staan. Ik zou het nooit durven daar. 50-50 because I'm 100% count as well. Yep. It's not scenic, it's a medium. It's so scenic, it's just need to register it. Guarantee for it. So I have 5 minutes to get those two behind you now. Have fun. Small, but too large for the essence. 5 minutes left for me, but not what the hell did you do? Because all I saw was a slip screen. I can see a broken tail light. Paul's broken tail light. Daar ga ik niet nog geen halve dag mee houden, daar gaat het niet worden. En dan echt 2 seconden per 100 paren. Eerste foutje. Shit, tweede fout. Ja, een slechte exit. Ik kan naar tweede. Tweede is 18 achter nummer 1. Slecht. Hoe moet hij dat dan? Ja, maar. Terwijl 2 fouten van mij, we hebben meteen afgestraft. Ja, dat is als je op dat niveau aan het racen zit, jongen. Ja. Yoghurt op 3,5 seconden. Weer rondjes. Time to position.
dat ik weet niet van houden. Ah, kut. Shit, daar komt yoga aan. Shit. Ik moest uitwijken voor die nummer 1. Ah, dat is balen, hè. Dat is balen. Dat geloof ik. Ja. Net duurde toch bijna heel de race in de kop gereden. Ja, dat is. Oh ja, jij een heel stuk. Ja, ja, ik denk de eerste helft, dan ga je de tweede helft. Mooi man. Ik voel me een beetje een russeltje nou. En ik heb nog een hele poos achteraan gereden, dus ja, doen het goed jongens. Sluit gewoon alle hekken van voren en van achteren, René. Ja, zo is het. Het laatste rondje moet ik nog gaan verdelen. Inzinnen. Dat met de heer. Ja, dit was wel gaaf. Een rondje naar beneden. Sorry? Het is nog een rondje, hè? Ja. I was hoping it would go away, but it didn't. It's occurring as I'm on the arse of Paul. Ja, dat was goed. Oh, je bent er weer derde, jongen. Ja, dank u. Nou, doe je goed, jongen. Niks mis mee. Nee, een beetje balen, maar ach. Ja, dat wordt meteen afgestraft. That was fun. Defending with the wounded car. Yeah, I could see you were wounded. I was like, I didn't want to like fall. To be fair, so. That was fun, guys. Thank you. Yeah, this was epic. Thanks, everyone. Good racing, but I had a shocking round. I what, a last 11th and 11th?